Tuurlijk, je, mist, je mist toch wel wat aan non-verbale non -verbale communicatie, moet ik zeggen. He, dus de lichaamstaal. Je krijgt toch online iets minder mee. Dat moeten we gewoon toegeven. Ja. Maar daar heb je hem weer. Dan moet je eigenlijk de afweging maken. Ja, Je krijgt iets minder mee. Maar hoe schadelijk is dat als je in diezelfde tijd twee keer zoveel meetings kan doen? Sales, groei, leads, deals, closen. Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met dollartekens podcast. Ja, eerlijk, echt een waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter S., en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik Jordi Bron in de wereld van sales. Ben je al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, Piet, daar gaan we weer. Hey. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Smiley met dollartekens podcast. Yes. Mijn liefdallige rechterhand is ook weer van de partij, Mr. Piederes. Yes, Jordy Brown. <laughs> ja, zo is het. Piet, we gaan het hebben over online sales meetings: de tips en tricks. Um, en ja, alles gaat tegenwoordig online, bijna alles gaat online. Even om het in perspectief te plaatsen. Uh, we nemen dit op uh, april 2021, oftewel, we zitten al een jaar in corona. Bijna geen fysieke afspraken gehad. Spreken voor mezelf. Of jij wel? Nee, ik ook niet. Klopt. Hoeveel? Ja, ik denk echt zeer, nul. Zero. Nul. Nou, ik ja, heb het toch wel stiekem twee of drie gehad, denk ik, in het sales traject. Maar het is echt de allerlaatste fase. En de stelling van de week is dan ook. Je mag meteen reageren, Piet. Fysieke afspraken zijn niet meer nodig. Nou ja, kort gezegd, het, het, het traject tot aan de laatste stap voor de, voor de handtekening kan, kan online. Het is een kwestie van aanvoelen. Een bakkie kan soms net die extra feeling geven van ja, we doen het met elkaar te ja of te nee. Dat je elkaar toch fysiek hebt, hebt gezien. Ja, maar heb jij het, het idee dat je nu minder deals hebt gemaakt, omdat je niet langs kon? Nee, 100% nee. Echt niet. Het ze... is natuurlijk ook een beetje, op een peren vergelijk, een beetje vertekend beeld, omdat je wel moest. Hè, kijk, het, het, je kan zeggen, uh, voor corona, toen iedereen nog gewend was aan fysieke afspraken, had je deze aantallen misschien nooit gehaald. Nu moest iedereen online, werd het geforceerd, en dus ja, dat kan je niet echt meten. Dus ik ben wel benieuwd hoe het straks weer gaat. Ja, dan hebben we een uh, mooie. Vergelijking uiteindelijk, om dat uh, ook uh, door te kunnen meten. Ja. Hoe, dat, uh, hoe dat er dan voor staat. Maar denk jij dat je dan wel weer op uh, afspraak gaat? Ja, ik, ik denk in sommige gevallen zeker wel. Ik bedoel, ik vind het hartstikke leuk om uh, fysiek af te spreken. Daar houd ik ook echt van. Dus ja, dan als ik in Amsterdam een afspraak zou hebben, eh, qua afstand uh, gerelateerd, dan zou ik ook langs gaan. We zitten zelf ook over, overigens in uh, Amsterdam voor de luisteraars. En ja, als we naar de andere kant van het land moeten, ja, ik denk dat ik dan toch wel sneller zou zeggen: hé, hey, zullen we het anders gewoon even digitaal doen? Ja, dat lijkt me ook prima toch? Het is uh, echt wel haalbaar. Dat hebben we inmiddels wel bewezen. Ik denk ook dat heel veel bedrijven erachter gekomen zijn dat het eigenlijk best wel kan. Toch? Dat ze echt maar... wel kritisch waren, heel sceptisch over al die online meetings en dat ze nu denken: nou ja, dat kan eigenlijk ook wel. Maar zeg eens heel eerlijk Jordi, want dat was jezelf toch ook uh, in ons salesproces. We gingen altijd naar een online presentatie, gingen wij op afspraak. Ja. Was dat wel echt nodig? Nee, wat is jouw antwoord daarop? Nou, een goede, de, ja, goed dat je me even terugkaatst. Um, het is, dat is nu dus bewezen, het is niet echt nodig. Maar, zeg ik er dus wel bij, ik denk toch wel dat het beter is voor de relatie. Uh, ja. Omdat je dan... Ja, voor, voor, voor grote opdrachten uh, wil je toch gewoon even die extra band opbouwen. Wil je toch iemand zo goed mogelijk leren kennen. En dan helpt het toch iemand uh, fysiek gezien te hebben. Dat helpt gewoon wel een beetje. En, ja, hoeveel? Ja, dat is natuurlijk lastig te meten. Maar ik denk uh, dat het iets, aan, iets bijdraagt aan het uh, opbouwen van een relatie. Ja, dat. Uh, als ik nu even kijk naar onze toekomst, hè, wat we verwachten. Ik denk dat we een hybride model krijgen: dat het bijna altijd online zal zijn. En enkele keer ga je nog maar langs. Ja, ja ik denk dat dat dus ook veel effect gaat hebben op reistijd. Uh, want uh, ja, dat is misschien ook wel even leuk om bij stil te staan. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel uh, tijd bespaard door niet in de auto te zitten. Ja. Als je dan zegt, ja, maar fysieke meetings waren altijd effectiever, dan moet het wel flink effectiever zijn, wil je die tijd terugwinnen, als je nog begrijp wat ik bedoel. Mm -hmm. Omdat je meer online afspraken kan doen in de tijd voor één fysieke afspraak. Misschien wel, wel twee keer zoveel, of anderhalf keer zoveel. Ja. Dus ja, dan is de vraag, is dat inderdaad ook 50% effectiever, om zo'n online, uh, een soort fysieke meeting te hebben? Volg ja. hem nog? U? Ik volg hem nog. Maar daarvoor zou je dan eigenlijk idealiter moeten zeggen: dus hey, een partij die verder in onze funnel zit, uh, 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 da daar gaan we gewoon fysiek heen. Want dan kunnen we hem na alle waarschijnlijkheid closen. He, we zijn er eigenlijk uh, zeker van onze zaak dat we hem kunnen closen. En dan gaan we vervolgens fysiek op afspraak. Kijk, en als het echt nog een meeting is, uh, 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 een kennismakingsgesprek waarbij anderen ook nog even moeten polsen van ja, met wie hebben we te maken? Eh, wat doen jullie en eh, hoe doen jullie dat? Ja, dat soort zaken kunnen, wat mij betreft, gewoon online. Daar hoeven, daar, daarvoor hoeven we niet per se fysiek op afspraak. Ja. Als, als het in een straal is van 30 kilometer, ja, dan zeg ik ook: stap in de auto en ga daar naartoe. Want die, die tijd, qua voorbereidingstijd, kun je ook in de auto met elkaar oppakken. Ja, en, en die uh, dikke 7-serie natuurlijk uh, van jou, ja. die uh, niet meer op de balans staat straks. Hè? Dat scheelt nogal. Nou ja. Hey, maar dat is serieus wel zo. Hè? Je maakt wel echt veel minder kosten uh, als je de leaseauto's er ook uit kan laten. En dat gaat echt wel gebeuren. Ik zou nu niet investeren in een leasemaatschappij. En denk ik, ah, dat is volgens mij echt een van de dingen die, die echt wel gaat veranderen. Wij, wij bieden ook geen leaseauto's. Um, ja, die enkele keer dat je dan op afspraak moet, ja, dan hebben we eigenlijk altijd wel een auto beschikbaar. Ja. Dus Piet, zeg dat maar uit je hoofd alvast. Die, die 7 die, die moet je nog even lenen van je pa. Ja, dat is goed. dat is goed. Nou, die, die leen ik vooral nog. En dan pak ik die Tesla Model 3 wel een keer als ik echt heel hard wil rijden. <laughs> ja. Maar dan elektrisch, dus dan maak ik echt indruk. Dan maak je echt indruk. <laughs> ja, ja. ja, je zegt maar, ik, uh, ik, ik uh, inderdaad, ik, ik rijd elektrisch. Maar e eerst wilde ik foute uh, Porsche en zo uh, cool, uh, cool doen. Ja, dat is echt ook, uh, zeker zakelijk, echt niet te doen hoor. Dus ik ben blij dat, uh, dat de zakelijke bijtelling dan op elektrisch echt heel erg meevalt. Maar als je dat voor iedereen zou moeten betalen, ja, dat, dat zijn de kosten die, uh, dat, dat, dat gaan wij in ieder geval niet doen. Maar ik kan me ook echt niet voorstellen dat het nu nog nodig is. Want dat zijn precies dus die dingen die je bijna allemaal online kan doen. In ons vak, hè? Uh, uh, ja. noem ik ons maar eventjes Marketing of Growth Hacking Consultants. Oftewel, we geven advies en het kan voornamelijk ook op afstand. Enkele keer dat we bij de klanten over de vloer komen, ja, dan pakken we een uh, Felix of een check scootertje. Of een, uh, een, een, een elektrisch autootje die uh, of wel van ons is hè, of uh, die gewoon niet voor de deur staat bij zo'n car share. Dus ja, er zijn er zat opties voor. Ja, en dat is het ook. Als ik kan jou de kritische vraag stellen. Jordi, wij zijn uh, actief voor een IT-bedrijf. En wij verkopen nou ja, IT-oplossingen. Vrij abstract, maar in de B2B. En wij zien toch wel dat offline. post-corona, of uh, pre-corona moet ik zeggen. erg belangrijk was. En nu zien we toch ook wel dat het digitaal ook wel goed gaat. Maar toch dat fysieke netwerken, ja, dat is hem toch wel. Dus gaan we terug naar uiteindelijk fysieke afspraken. Waarbij we zien dat oldschool networking toch wel ons belangrijkste kanaal was. Maar dat we nu ook wel zien dat het online kan. Hoe sta jij daarin? Nou, nee. Ik zeg dat we hybride uh, zullen gaan. Dat we fysieke meetings zullen minder worden. En alleen in de alle, allerlaatste fase, denk ik. Dat is ook wel een verschil. Wij gingen inderdaad wel vaak op uh, gesprekken. Als ik er nu op terugkijk, jeetje, wat een tijd ging daar allemaal in zitten. En dus geld. Uh, en... De fysieke meetings zullen daardoor gewoon minder worden. Ik denk wel dat het meer gewaardeerd wordt. En dat je dus ook tussentijds met klanten. Um, ja, wel, het, het zegt een leuk uitje geworden zowat. Mm -hmm. Mensen kijken er ook wel naar uit als ze eventjes uh, naar buiten mogen. Als ze even vrij zijn. Ja. Als, als een koe in de wei af en toe uh, rennen ze dan uh, al huppelend naar buiten: van we mogen. Maar iets nee, zal minder zijn. Ja, dat is volgens mij de conclusie. Volgens mij wordt het gewoon uh, minder. Iedereen wat heeft vind, het ontdekt. Wat vind jij het grootste verschil? Fysieke, eh, fysieke sales versus online? Nou, ik denk dat het uh, veel efficiënter is, veel gerichter. Wij uh, hadden, uh, kijk tuurlijk, je mist, eh, mist toch wel wat aan non-verbale non -verbale communicatie, moet ik zeggen. Hè, dus de lichaamstaal. Je krijgt toch online iets minder mee. Dat moeten we gewoon toegeven. Ja. Maar daar heb je hem weer. Dan moet je eigenlijk de afweging maken. Ja, je krijgt iets minder mee. Maar hoe schadelijk is dat als je in diezelfde tijd twee keer zoveel meetings kan doen? Want één, je hebt geen reistijd. Maar twee, de meetings worden ook korter en efficiënter. Omdat je... Je hebt toch even minder smalltalk. Dat doe je tien seconden. Hoe is het? Mooi. Oké, okay, nou, heb, aan de slag. Dat bevalt mij eerlijk gezegd wel. Ik ben niet zo van de, de elle lange smalltalk en het weer en uh, goh... Uh, hoe is het? Ja, gewoon, hup, waarvoor zitten we hier? Um, goed, dat is ook wel eens nadelig overigens. Je wilt toch ook die relatie opbouwen. Dus ja, daar moet je ook weer eventjes gewoon de goede balans in vinden. Dus um, het is wel gerichter. Ik denk oprecht dat je twee keer zoveel meetings uh, kan doen. Onze meetings voorheen, de strategie sessies, daar trokken we altijd anderhalf uur voor uit. Zonder reistijd nog, hè? dus daar op locatie anderhalf uur. Nu zijn er strategie-sessies, nou we zetten drie kwartier in de agenda, maar het, het is vaak een uur. En dat is soms ietsje langer, maar meestal komen we zo rond een uur uit. Dus daar pakken we al een half uur en we hoeven er niet meer naartoe. Ja. Dus je hebt twee keer weer heen en terug minder reistijd. Ja, win-win volgens mij. Ja. Ik ben ook wel benieuwd hoor, welke ontwikkelingen we gaan zien. Want jij bent uiteindelijk de, het gezicht van het pan de founder. Jou, jou zouden ze vast wel eh, tijdens hun... Uh, uh, in, hun, in hun salesproces zeker, uh, zeker betrekken. En uh, ik denk dat ze dat ook al doen, hè? de, de salesprofessionals. Dus ik ben ook vooral benieuwd, wordt jij straks gevraagd: kom je langs? Of wordt het straks gezegd: nou, we doen het toch nog wel digitaal? Ja, dat, dat, dat zal per klant uh, verschillen. Nou ja, kan allebei. Alleen uh, ik, ik ben ook wel kritisch met mijn reistijd. Ja. Dus uh, als ze zeggen: ja, misschien kunnen we wat voor elkaar doen bij een eerste kennismaking. Uh, wanneer kun je langskomen? Hè? Dan zeg ik, nou, ik heb volgende week wel tijd om even te zoomen. Ja. Voor een kennismaking, als ik dat al zeg. Maar inderdaad, dan, uh, da, da, dan moet je wel kritisch met je tijd omgaan. Hè? Want dat deed ik natuurlijk in het begin, toen ik begon met ondernemen, ging ik echt overal langs. Ook al was het, het minst mogelijke haakje. Ik wilde gewoon op afspraak. Dat was mijn doel. En uh, dat was toen de One Matrix Dead Madden nog niet eens omzet, of, uh, of wat er ook uitkwam. Het ja. ging gewoon om uh, numbers game gewoon zoveel mogelijk langsgaan. Toen reed ik echt serieus het hele land door. Ik mm -hmm. ben echt uh, alles op dagen van, uh, van Friesland naar Limburg gereden en uh, nog tussen stoppen in Utrecht weer terug. Redden, redden je dat wel met die batterij van je? Nee, toen reed ik nog Polootje. Ah. <laughs> ja. ja, fake tanken, maar dan uh, redden we niet het wel, ja. <laughs> ja, Goed, man. Nee, dus uh, ik denk conclusie, uh, het is makkelijker, tuurlijk. Het kost minder tijd, uh, het kost daarmee minder geld. Um, ja, en als je de balans opmaakt van de mensen die zeggen: ja, maar t, je had minder makkelijk een deal binnen, eens. Aan de andere kant, je kan meer aantallen doen. Dus daar zit eigenlijk ook al het antwoord in. als Je, um, ja, je kan meer, meer afspraken doen, oké. Okay, maar um, ja, als je uh, heel weinig kansen hebt, als je doelgroep niet zo heel groot is, dan, heeft dat, uh, ja, dan moet je wel langs. Want Dan heeft het niet zoveel zin om het als een numbers game te beschouwen als je niet oneindig veel numbers hebt. Voorbeeld: ja, je hebt gekke voorbeelden. Als je in de festivalbranche zit en je wil iets verkopen aan festivals, nou er zijn er tegenwoordig best wel veel, maar het is niet oneindig. Mm -hmm. en onze branche, wij richten vooral op IT, SAAS, finance, tech, HR, die hoek. En die is ook niet oneindig, maar is al vele malen groter. Dus dan kan je ook iets kritischer zijn over waar je je tijd aan besteedt. En tegelijkertijd als je ja, in onze branche, stel we hebben echt alles gehad. Ja, IT lijkt er, lijkt er wel op, dat we aardig verzadigd zijn. Maar dan, dan nog kunnen we door naar een andere branche. Dat is anders dan wanneer je één specifiek product hebt. Dus ja, het moet nog kritischer zijn. Ja, en ik denk dat je je toch ook wel moet spiegelen aan je gesprekspartner. Ik denk mensen die toch al echt van het oldschool verhaal zijn, al langer meegaan. Nou ja, wij zijn jonge gasten. Eh, digitaal kennen wij allemaal al. Eh, online, eh, online verkopen, ja, we deden het eigenlijk al. Nou ja, kleine verschuiving dat we dat nu geheel eh, zo oppakken. Maar ik denk dat je het ook even moet aanvoelen. Van, hé, hey, met wie heb ik te maken? Iemand die al, al eh, als het ware, 40 jaar meegaat. Ja, ik denk dat die toch wel misschien straks na corona sneller zegt: van hé, hey, kom langs. Ja, en dan ja. dat, dat moet je je natuurlijk aanpassen en dan, dan ga je ook langs. Ja. Dus aanvoelen, precies zoals je dat ook aangeeft. Aanvoelen, even kritisch zijn hè? Ja. ja. Hey, nou ja ik denk dat, dat, uh, dat de conclusie wel besproken is, Pieter. Heb je er nog iets aan toe te voegen? Nee, eigenlijk niet. Ja, dus ik denk dat de grootste trick is aanvoelen en uiteindelijk uh, oppakken. Oppakken, aanvoelen, oppakken. Mooi gezegd. Hé, hey, dat, uh, dat, dat is hem voor nu, maar waar gaan we het volgende week over hebben? Ja, wanneer wordt sales nou echt irritant? Ah, ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd en je gooit hem me meteen in. Inderdaad, wanneer wordt sales irritant? Irritant gevonden vooral. En niet wanneer vind je het irritant worden zelf om te doen, maar wanneer word je als sales, als verkoper, als SDR, business developer, wie je ook bent, wanneer word je nou irritant gevonden? Let's find out. Hé hey, Piet? Hé. Hey. Op, op, op naar de volgende. Zo is het. Later. Later. Jij wordt de beste business developer, en ik hoop dat onze podcast daarna zal bijdragen. En dan wil ik maar gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review achter willen laten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden, en zo zullen we meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot volgende week.